Zo, en hoe heb jij ingeslapen vanavond, Ik heb vannacht? wel een beetje geslapen, ja. Wel een beetje. Ja, wel. Oké. Niet heel veel, maar toch niet. Wel iets. Nee. Oké, dat is mooi. 4 uur of zo. Ja, oké, dat is mooi. Dat is fijn. Is en tot 4 uur? Nee. Nee, vanaf 4 uur. Vanaf 4 uur. Ah, kijk, dat is mooi. Dat is mooi. Ja! Vanaf 4, hè? En toen waren er bepaalde e-mailen. Nou! Die vonden het nodig om over mijn rug te krabben. Ja, dus? En? Is toch leuk? Toch. Ja. Jeetje. Ja, ben je daar, wijfie? Ook goed. Uit de zon. Ja, we zijn weer bezig. Burendag. We zijn aan het werk. Gaan we gezellig doen. Genut van de club. En daar zijn we weer. Wil je je shirt aan doen? Ja. Dat dacht ik al. Gaan we allemaal kijken hoe jij je verkleedt. Wat denk je daarvan? Ja, ik vind het prima. Je hebt er een heel mooi shirt voor. Toch? Alles goed? Ga je foto's maken? Ja. Onder andere. Ik wel. Je werkt t-shirt aan? Ja. Kijk toch? Ja, leuk. Wat die shirt dan? Ja. Staat er allemaal op. Zie je? Ja. Professioneel, hè? Ja, daarom gelijk heb ik. Ja, Emma is zelf zo'n zonder kerk. Ja, dat ik voor jezelf maken. Nog meer fotograaf. Ja, de kaartjes kijken. Ga bij de rommel. Nee, ik ben weer daar. Ook leuk. Maar dit is veel goed en ik weet het. Ik weet deze al voor zijn hele buren. Oké, jullie willen een beetje achteruit. Ja, dat willen ze ook. Stel gedrukt hier. Zagelijksengeltjes? Zagelijksengeltjes. Ziet er leuk uit. Breng je echt geluk of werkt dat niet? Bij mij brengen ze geluk. Oh, dat is mooi, dat is mooi. Nou, dat is misschien omdat ik ze zelf maak. Oh, maak helemaal zelf? Ja. Dat is mijn kunstwerk. Gewoon aan de tv. Ja, is weer wat werken dan? Ja, maar kijk waar het jou bij staat. Ja? Ja, kijk. Dan kijk jij maar even bij mijn rechter.
dan het allerkleinste zijn deze. Dat is wel heel erg fijn. Hey, dat is zodat precies eentje waar geen haakje aan zit. Oké. Even kijken hoor. Daar. En hoe lang doet het erop om één zo'n dingetje te maken? Sorry? Hoe lang doet het erop om één zo'n engeltje te maken? 5 minuten. 5 minuten? Maar dan heb ik alles uitgestald staan, hè? Oh, oké. Zo'n bakje met de kralen, een bakje met de tangetjes. Oké, okay. Leuk. Gewoon onder de tv. Oké. Dat zou niet kunnen hoor. Heerlijk. Oké, lekker bezig zijn. Ja. Even met de vrouw van de Eeman spreken. Hallo. Hallo Rick. Goed je te zien. Ja, goed je te zien. Wat doe jij hier? Ik ben pensioenspreker voor de Aangeboten. Oké. Vertel, ja, vertel. Dat begint met dat ik je een doosje pepermuntjes geef. Dankjewel. En dan zeg ik, ik ben hier namens Egon en ik ben onze pensioenspreker voor de Aangeboten. Eind oktober, begin november, gooien wij 3 avonden onze deuren open. Iedereen die nou wel eens een keer wil weten hoe heb ik nou eigenlijk mijn pensioen geregeld. En die krijgen dan een gesprek met de vrijwilliger van Egon, gewoon een uur een gesprek. Dan kan je al je pensioenpapieren meenemen en je loopt naar buiten en je weet hoe je het geregeld hebt. Oké, ik heb 4 pensioenregelingen door de bedrijven heen. Ik heb een aantal bedrijven gehad. Ja? Maakt dat uit of niet? Nee, dat maakt niet uit. Maar weet jij hoe je het geregeld hebt dan, zelf? Heb jij een goed idee wat je straks krijgt, dus stop het werken? Ja, het is erg weinig wat ik ga krijgen. Ja? Denk je dat of weet je dat? Dat weet ik, ja. Ik weet nu wat ik prognotechnisch ga krijgen. Ja, ja. Dus je weet ook, wat je dan nog moet doen om te zorgen dat je dan straks wel normaal kan leven? Ja, dan moet ik weer ergens weer wat pensioenen zien op te bouwen met een werkgever. Ja, of zelf iets regelen, toch? Ja, dat kan ook. Ja. Maar jullie bieden dus ook, combineren alles, we kopen alles af en dan storten we op ons eigen fonds of doen jullie dat niet? Nee. Kijk, wij beslissen niet wat jij uiteindelijk gaat doen. Nee, okay. We laten je alleen zien, dit is wat je tot nu toe geregeld hebt.
Of jij dat genoeg vindt of niet, daar gaan wij natuurlijk niet over. Dat beslissen ze. Okay. Als je zegt, ja, ik wil meer. Nou, dan kunnen wij je het idee geven wat je dan meer kan doen. Maar we gaan geen adviesgesprekken doen. Je kan niks bij ons afsluiten of kopen of zo. Dat is ook verboden. Yeah. Daar is je pensioen 3 dagen niet voor. Dus dat doen wij ook niet. Dus het is meer alleen dat we je uitleggen wat je kan doen. Dat is het eigenlijk. Okay. Niet wat je moet doen, dat bepaal je zelf. Dat komt echt wel uit wat de mogelijkheden zijn. Oh, okay. Maar stel nou, ik heb nu 4 pensioenaanbieders. Ik vind dat verwarrend. Ik wil graag naar 1 pensioen. Kunnen jullie daar iets in betekenen? Dan denk ik, ik ben natuurlijk ook geen pensioendeskundige, maar dan denk ik dat ze je gaan vertellen hoe je waardeoverdracht kan doen. Want zo heet dat dan. Dan word je van de een naar de ander naar de volgende. Ja. Er zitten alleen wel, volgens mij moet je dat binnen zoveel jaar geregeld hebben, anders telt het niet meer. Ja. Maar dan kan je, als het goed is, kan je gewoon zeg maar in mijn pensioenregister.nl, heet het ook, op mijn pensioenoverzicht.nl, kan je wel van alle 4 de pensioenfondsen zien wat je daar Okay. En dan kan je dat bij elkaar optellen en dan kan het, soms is het makkelijk of handig om het over te dragen, dan wordt het gewoon 1 pensioenpot, maar dat kan niet onder alle omstandigheden. Okay. Maar dat wordt je dan gewoon uitgelegd. Okay. Maar wij gaan het niet voor je regelen. Nee. En wanneer is dat precies? Dat is 3 avonden, 31 oktober. Dinsdagavond 31 oktober en dan woensdag 1 november en donderdag 2 november. Oké. Ja, weet je wat we doen? Als je gewoon eventjes je naam en je e-mailadres opschrijft, telefoonnummer hoeft niet, dan stuur ik je binnenkort een keer een linkje naar een pagina waar je je aan kan melden. Dus blijf allemaal vrij blijven. Oké, prima, doei. Dankjewel. Dag gedaan. Ik heb nu deze mooie kaart ingevuld. Die ga ik aan deze lieftallige dame overhandigen. Dankjewel, Roderick. Als we mensen kunnen zingen, die morgen. Kijk, dan wil ik jou graag dit boek overhandigen. Oké. Dit is een boek wat geschreven is door 2 onderzoekers van het Alzheimercentrum van de VU in Amsterdam. Ja. En eerder deze week was het Wereld Alzheimerdag, afgelopen donderdag. Ja. En Egon is de hoofdsponsor van het onderzoek wat in Amsterdam gedaan wordt naar Alzheimer. Dus daarom wil ik graag dit boek aan je aanbieden, omdat jij dit kaartje hebt ingevuld. Oké. Nou, dankjewel voor het mooie boek. Alsjeblieft. Mag ik jou een tegenvraag stellen? Jazeker. Weet je wat de voornaam van Alzheimer is? Kijk, zo begint het al. Dat weet ik eigenlijk niet. Zo begint het al. Ik wil het ook weten zelf. Aloysius. Klopt. Ja. Helemaal goed. Dankjewel. Pak alles wat je kan. We naar die kroeg, hè? Op een vrijdag in een kroeg. Waar was dat? Ergens in Amsterdam. Zat aan de bar met een glas. Een lange wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak een leven. En ga mee op pad. Erbij. Je houdt het heel erg op! Hey! Marie Bouffet! De gekste! Wat zegt hij nou? En, kom op! Houdt het in de lucht allemaal! En hij zegt leef, alsof het je laatste dag is. Leef, alsof het morgen niet bestaat. Leef, alsof het nooit het af is. Leef, pak alles wat je kan. Sandy, wat gebeurde toen? Die man had zich onwijs hard gewerkt in het zweet. Veel te weinig gelachen. Hij had nooit echt geleefd. Zijn vrouw was bij hem weg. Voor een ander in gelag. Dus pak een leven. Ga mee op aan. Stanley, the best! Stanley!
presenteren Stanley! Shaky! Zijn er nog beter geweest? Ze lag te slapen. Vroeger, gisteravond, wacht op mij. En ze lag, kijk nooit genoeg. Hoe was het, is alles wat te vroeg. Nu sta ik voor. Ik ben weer van eigen hagen in de kroeg. Na zo'n nacht weet ik echt nooit genoeg. Hoe was het, is alles wat ze vroeg. Komt zijn geloof te maken. Komt hier. Dames en heren, hart is in de lucht. Wat zijn zij geloof in mij? In het toekomst, in ons allebei. Het gaat nooit genoeg. En als je weet, dit gaat voorbij. Krijg toch allemaal de kleren van mij van allemaal dood. Ik heb geen zin om braaf te leren. Ik eindig wel in de grond. Kinderen willen niet met me spelen. Ze noemen me lang en kijken me na. De enige die me bang kan stelen is zijn nooit, dat is mijn pa. Mijn moeder kan me niet vertragen. Nooit doe ik iets voor haar goed. Om liefde hoef ik ook al niet te vragen. Zonder wat als ik doe. Oké, had ik maar iemand van te houden. Twee zachte armen om me heen. Die mij op en beschermen zou. Zo verdomd alleen. Die mij altijd beschermen zouden. Ik voel me zo verdomd alleen. Alleen. Dan zit het Deborah. Ik eet een voor mij,
Ik doe ook van alles, ik doe. Karin. Karin is het niet. Karin. Ik doe ook portretten, ik doe feestjes, partijen, dus echt alles. Dus, dat is mooi. Ja. Je weet nooit. Nee, daarom. Trouwjurk hangt er ook nog. En die heb ik al hangen hoor. Oh, die heb je al hangen. Ja, die heb ik al. Maar hij kent die aan een heel strak pak van transactie. Ja, die heb ik al. Die heb je al. Ja, ja, hang even of je moet hem nog aantrekken of dat heb je dan. Heel erg hoor. Die heb ik al aan. Oh, je hebt hem aan. En maar de datum en die hier komt eraan. Volgend jaar. Dus, okay. En dat gebeurt nog heel erg veel. Ja. In Voorlinde. Museum. Tuin, recreatiepark, nou, recreatiepark. Dat is wel mooi hier. Valt zo wat. Ja, valt zo wat. Het is hier redelijk mooi. Ja, dat is heel mooi. Heel mooi, zijn we zelfs gezegd. Daar gaan we even op pad zetten. Rust, ruimte, bloemetjes, plantjes, en flesje. Komt hij weer. Dus. Dat je het ook in de gaten hebt, hè, en dat je wil fotograferen van ze. Een en ander te zien. Bankjes, kun je naar buiten kijken, overdruk. Wie weet dat dit bloemen zijn. En hier hebben we een wit exemplaar, ook leuk. Coole bloemen. Dus. Dit is geen bus, lekker watertje. Alleen mag je hier niet zwemmen en niet vissen. Maar dat maakt niet uit. Ga, maak een selfie. Van de locatie. Architectonisch modern. Speciaal de harels voor een selfie.
Wauw. Even kijken of kan iets om. Verder kom ik niet. Zo. Daar zijn we dan weer. Alweer. Ja, alweer. Mooie locatie. Hele mooie locatie. Kijk uit, zand. Sluippartij. Joei! Ja, je mag niet buiten de paden glijden, lopen. En ook geen uur slee. Dat is wel jammer. Ja, maar ja. Als je uitglijdt dan, ben je zo verslee. Ja, precies. En toch mag het niet. Nee. En jammer dat er geen sneeuw is. Nee, precies. Mag ik met mijn foto? Vind ik leuk! Ik mag dat. Top. Mooi. Zo. Ja. Zo'n mooie camera. En dan ga je nog met een selfie stick werken. Ja. Vind ik leuk. Ja, precies. Wat vinden jullie van deze mooie omgeving? Sst. We gaan gewoon even genieten van de rust en we nemen jullie even lekker mee in de rust. Ja, dus straks het glaas verwijderen. Ja. Ik val niet hoor. Nee hoor. Hoe je op die wortels hier? Welke wortels? Ja, die weet je niet overgevallen hoor. Wel nee, ik val niet. Maar ik neem jullie gewoon lekker even mee in de rust. Ja. Dat zei ik net ook al. Ja, toen was het rustig. Croissantje, cappuccino. En het wonderbaarlijke is nog, het ruikt hier naar bos. Bos? Ja, bos. Nou, niet naar Wouterbos. Nee, en Kabouterbos, nee. Kabouterbos? Ja. Kabouterrots. De wat? Kabouterrots. Ja, zoiets, ja. Jammer en dat dit... En dat dit geen geurcamera is, toch? Ja, smell-o-vision. Ja, precies. Hè? Ja, precies. Maar hoe vind je het hier? Geweldig. Zeker met jou rond te lopen hier. Neus. Ja, maar niet voor die camera. Nou, kom. Ja, toen ging mijn zonnebril er vanaf. Nee, dat is jouw zonnebril. Nee. Ja, die maar zo. Nee. Ja. Nee, jammer. Ik zou jouw bril met mij af. Zo. Dan gaan we lekker jullie even lekker meenemen. En dan doen we wel om, lekker eekhoorntje of zo, op de achtergrond.
Een kwantje brood. Ook lekker. Oeh, lekker zonnetje. Houden jullie even een afdaling of niet? Nee, toch? Roots. Roots. Joepie. Snel rennen. Nee, ik ga niet rennen hoor. Nee. Langzaam. Zal ik het eens proberen dan? Als je me niet valt. Ja. Zo. Bijna onderuit. Nee, niet waar. Alleen er zitten hier ook en geen armleuningen. Nee, dat is zo niet leuk vallen. Maar hier weer wel. Hé, schat, oh. Nee, doe gewoon dit. Nou, het is normaal. Dat is niet normaal. Dat is normaal, ja. Schildvis. Natuurgebied. Honden dienen aangeleind te zijn. Verboden zich buiten de paden te begeven. De duinhelling te betreden te... De duinhelling te betreden te sleeën. Zonder slee. Zonder slee. Ja. Zelfs met slee is verboden te sleeën. Ja, echt hè? Okay. Yep. Ja. En wat zijn we aan het eten? Iets met fel licht in de ogen. Nee, serieus. Pizza. En wat voor pizza? Ik heb een of andere pizza met kaas en peper. Ja. En jij hebt een chocoladepizza met kaas. Of ja! Chocoladepizza. En bij de Jumbo vandaan. En hij was maar 1 euro volgens mij op mijn hoofd, of 2 euro? Ja, zoiets. Zoiets ergens in die buurt, of een euro, of een euro erbij. Dus dan heb je 2 euro. Ja. Maar hij is erg lekker. En hoe is jouw pizza? Een beetje aangebrand, maar dat is vaak zo. En met deze oven die ik heb. Ah, zo. Ik weet niet dat hij zo dik zou worden. Niet? Nee. Hij was dik hoor. Het begon als een dunne pizza. En dat was deze hoor, mensen. Die niet. Nee. Het is nu 10 uur en we zitten nu pas aan het eten. Ja. Wij wel.